Nou mensen, kijk, het is 8 uur. Oh, wait a minute, wait a minute, wait a minute. 8 uur, even muziek, even pauze. Pauze, want anders dan krijg je natuurlijk muziekrechten. Half uurtje heb ik nog opnametijd, mag hoog. Oh ja? Ja, ja, dan zal ik een extra kaartje pakken. Hey, en het is 8 uur. Ja, 3 over 8. 3 over 8. En we gaan zo rijden. En waarom gaan we zo rijden? Nou, we moeten 500 kilometer. Nee, 5 uur. Ja, 5 uur en 5 minuten op de TomTom. Maar 3 uur en... Of... 300 zoveel kilometer. 346 kilometer. Oh, trouwens, hij geeft dat toch aan. Even kijken. TomTom. Kijk, het is 342 kilometer. 5 uur en 4 minuten rijden. En we komen om 7 minuten over 1 aan. Ja, nou, dat zal wel weer 7 minuten over 2 worden. Want we gaan nog lunchen onderweg en ontbijten. Want ja, kijk, er is hier verder dus eigenlijk niets. Hè, zoals jullie zien. Dus we gaan verder. Hé, Magal? Ja. Ben je er klaar voor? Nou, ik moet even een bakje op drinken hoor. Ja, uiteraard. Uiteraard. Wij weg en ik denk, stroom er. Kijk eens jongens, dat heb je als je gaat vroeg rijden, dan maak je stukken plaatjes. Lange stukken weg en bijna niemand erop. Nee, maar het is zaterdagochtend. Ja, het is zaterdagochtend. Ja. Ongelooflijk. Wat een rust. Mooi hoor. Ga rechts op de rotonde, eerste afslag. Druk eens op dat muziektekentje, het rode, daar bovenin. Dan zet je op pauze. Oké. Nou, nu gaan wij. Dan moet je er weer die zwarte doen. Na 100 meter, ga rechtdoor over de rotonde. Tweede afslag. Gewoon Bessacona. Bessacona. Ga rechtdoor over de rotonde. Tweede afslag. Even een mooi plaatsje, dus hebben we even laten zien. Ging niet helemaal zonder glotjes, maar we hebben het wel even laten zien. Ja. Nou jongens, we zijn de normale route afgeleid, want het was een deviation. Na 200 meter links afbuigen. En dan komen we over weggetjes heen, die zijn zo smal. Ongelooflijk. Links afbuigen. Dit zijn links afbuigen. Ja. Dit zijn dorpjes die daar hebben we nog nooit van gehoord. Staan ook niet op de kaart. Staan niet op de kaart. Nee. Weg ook niet. Weg ook niet. Nou, dan hebben we weer zo'n dorpje gehad en dan ga je weer zo'n heel klein weggetje op. Kijk,
eventueel een tegenligger komt, dan... Moet je wachten, ja, want dan kan je niet met z'n tweeën langs. En het is ongekend stil op de weg. Kijk, weer een kruisje. Ja. Oh. Oh, je krijgt er volop in beeld, mensen. Kijk. Hartstikke idee. Hoi. Hoi hoor. Ja, gewoon door een woud, een bos heen. Ongelooflijk. Even kijken. Ja, hij is dat goed geasfalteerd. Ja, hij is gelukkig goed geasfalteerd, ja. Af en toe een heel stijl hobbeltje, maar voor de rest, hij rijdt wel goed. Oh, er rijdt nog een auto achter hem ook. Oh, die kan er nou echt niet langs. Dat zal hij ook wel weten, trouwens. Mooi hè mensen? Mensen, kijk. Petters, we hebben ons zonnetje achter ons gelaten. En het regent hier. Gelukkig niet hard. Nee. Het is met het hele. Een beetje voor het stof. Oh, voor het stof. Hè? Ja. En nou ja, het is meteen heel ander. Heel ander gezicht. Heel ander. Kijk, hebben ze weer die drempels. Dit zijn zulke dooddoeners. Als ik minister-president word van Frankrijk, dan gaat als eerste dit verdwijnen. Nou, jij gaat het niet worden, dus... Nou, als Macron kan worden, dan kan ik het er ook worden. Geen politiek. Oké. Maar goed, in ieder geval, dus jullie zien het, maar het is niet erg, want... Hé, hey, mooie kerk. Het is niet erg, want... Hij is wel open. We moeten nog 180 kilometer, dus 180 kilometer verder naar het zuiden, daar is het zonnetje. Dus we maken ons niet te druk om. Nee. Oké. Okay. Nou mensen, tot de... Gemeentehuis is ook open op zaterdag. Oh. Tot de volgende vlog, mensen. Oké. Okay. Tot de volgende vlog. Ik bedoel, tot de volgende opname. Okay. Ja, dan zijn we... Op een doorgaande weg waar je 80 mag hier. En dan kom je soms dit tegen. Officieel kijk uit, want het is een doorgetrokken streep. Nee, ja, dat snap ik goed. Nou, natuurlijk een ander verhaal. Nou meneer met je rode auto, daar had je makkelijk langs gekend. Ja. Nou, rij je! Nou, hengel. Oh, sorry. Kijk maar. Zo. Kijk. Nou, kom op nou. Dat kan niet meer. Oh, kom nou. Ik denk dat die man zich ook niet prettig voelt, toch? Welke man? Op die trekker. Niet zien volgens mij. Nou, wij zien het wel. Sneeuw op de bergen. Sneeuw op de bergen, het zonnetje erop. Nou. Jeetje, wat een mooi uitzicht. Daar.
fiets naar de supermarché. Kijk, hier is hoor. Ja. Nou, oké. Dat was een klein stuk. Nou, maar even filmen. Er is niks achter ons, dus... De Lisère. Dit is de Lisère. Kijk. Hier komt de Tour de France langs. Maandagmiddag is het van 12:15 tot 16:15 afgesloten. Links afslag. Ja. Want aan deze weg staat dan de municipaal. Ja. Toch? Ja. Links afslag. Ja, of aan die weg. Ja, inderdaad. Ja. Klopt. Daar is dan het bakkertje. Nee, die daar zijn we nog niet. Ja, nee. Nee, we zijn nog niet erbij. Nog 1,7 kilometer. We moeten naar die kant. Saint-Nazaire-et-Royon. Kijk maar, 140 plaatsen parking, municipaal. Nou. Oké. Je hebt ook wel eens boodschappen gedaan. Ja, dat heb ik gezien. Hele buurt ook. Nee, even nog een stukje verder. Oh ja, een stukje verder. Oh ja, het is van boven naar beneden. Ja. Even kijken of dat mannetje nog heen was. Daar kon je surfen, maar dit is allemaal de voorgezet, zie je? Ja, dat zie ik, maar... Magal! Waar is die code van die paal? Oh. Ik denk dat dat die paal is, denk ik... 2503A. Oké, dankjewel. Yo. Niet eens zoveel gefilmd vandaag. Nee. Nee. Nee, we hebben alleen heel hard, nou ja, hard gereden. We hebben hoeveel? Kilometers gereden. Ja, we hebben heel veel kilometers. 346. Ruim 5 uur gereden. Ja, we hebben het precies op tijd gereden. Ja, maar we hebben ook nog even broodje gegeten. Ja, nou, dat is misschien een kwartiertje geweest of zo. Ja. Dus we waren echt wel een beetje op onze geplande tijd hier binnen. Ja. En het is heel raar hier. Volgens de voorspelling, en ze hadden zo'n waartje gelijk, ja, waren we niet echt blij mee, maar het is niet koud. Nee. En dat wij hier aankwamen was het droog en dat we een beetje gingen opstellen. Je moest zowaar weer een keertje levelers opzetten. Ja. En dan stroom en we moesten... Ja, we staan nog... licht zo. Ja, nou ja. Ja, heerlijk. Stroom en we moesten even surfen en zo. En wij zijn hier in 2018 geweest, ook in juli. Ook voor een toeretappe heb ik nagekeken. Stonden we daar een stukje verderop. Maar het is geen municipaal meer, het is nu een bedrijf. Hè? Yeah. Dus we kregen een plekje toegewezen. Nou, en moet je eens kijken, laat het zien. Sven. Ja. Wat mooi. Ik zal het even laten zien. En ik doe het. Oh nee, wacht even. Dan laat ik het wel even zien met de telefoon. Want die beelden die zijn wat. Ik denk dat mooi binnenhalen. Laat mijn oude mobiel. Kijk. Kijk echt heel mooi. Wij zijn binnen. Oké. Kijk, dit is... Kijk daar zo tegen de bergen aan. Ja, dit is echt heel bijzonder, kijk. Ja. Oh ja, wacht even, zo. Oh, wacht even, ik doe hem eventjes uit de deur, dan kunnen jullie het even zien. Ja. Dat is echt heel bijzonder, kijk. Oh ja, die zon is dat erop, ja. Wacht even hier zo.
Nee, nee, ik sta hier op de mat, die is droog. Oh nee, wacht even, ik moet even binnen staan, want dan... Kijk, hier sta ik. Oh ja, hier zie ik het nog beter. Kijk hoe mooi die bergen. Even kijken jongens, zonnetje. En de bergen schijnt, en het zonnetje schijnt op de bergen. Het is nu 27 graden. Even kijken, wat geeft deze aan? En het riviertje hiervoor. Ja, nou, dit is ons plekje. 26 graden. Kijk. Tegen de bergen aan. Tegen de bergen aan. Ja, echt mooi. En ook lekker, nadat we alles gedaan hebben, heerlijk gedoucht. Ja, ja, ja. En dat spoelt de vermoeidheid ook wel af. Want reizen is, vind ik, heel vermoeiend. En dan zit ik er zelfs nog gewoon naast. Ja. Alhoewel, ik heb mij gek getuurd op die kaart. Ja, 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 was... ja, er moet toch iemand moeten wegwijzen. Hè? Dus nee, en met okay. Heel mooi plek. Nou, dan neemt de GoPro het nu weer over. De GoPro het nu weer over. Ja. En dan gaan we even afsluiten. Maar, oh nee, wacht even. We gaan afsluiten, maar ik wil heel eventjes laten zien. Kijk, ik ben wat reacties aan het beantwoorden. Wat reacties? Nou ja, goed, van de video over dans. En ik heb nou een video bijna klaar over dat andere plaatje waar we geweest zijn. Gisteren Klammanville, Champlit. 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 Ja. En, maar je hebt geen tijd om dat te doen, omdat je alleen maar autokilometers moet maken. Ja, dus daarom gaan we hier blijven weer vierdaagjes. Ja, alleen ik kreeg een reactie van iemand, van ja. Richard. Heel goed. En Richard die zei van, mensen, je moet vragen aan je abonnees of ze wat vaker een duimpje willen aan. Dus als je dus een reactie achterlaat, dat je dan een duimpje... Nee, aan de kijkers. Hij zegt, want ik zie dat de mensen, er zijn een paar duizend views heb je elke keer. Ja, okay. Maar je hebt maar iets van 140 duimpjes omhoog of zo. Oh, die manier. Hij zegt, dus om een duimpje omhoog te krijgen, moet je vragen aan de mensen of ze eventjes het duimpje willen aantikken. Oh, nou, wist jij dat ook? Nee, ja, nee. Nou, ja, wij zeggen altijd, duimpje wordt gewaardeerd. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, oké. Okay. Dus duimpje wordt gewaardeerd. Abonneer door een trouwe abonnee van ons. Ja, ja, ja. Ja, maar, ja, maar, zo blijf je leren. Zo blijf je leren, ja, ja, dat is ja, ook zo. Dat is zo. Dus tot de volgende vlog, mensen. Gaan jullie zeker zien. Oh ja, alleen ik moet wel even beter wifi hebben, want dit is een moment... Ja, dit is een ramp hier zo. Ja, 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 okay. Je kan niet doorwerken. Nee. Tot de volgende vlog, mensen. Het is allemaal luxe, hè? Ja, natuurlijk.